hier is Daan weer. Daan werkt heel graag in de tuin. En Daan houdt van een nette tuin. De hagen mooi recht, borders en bomen netjes. Daan kent wel wat van bomen, maar zeker niet alles. Hoi Daan, wat ga je nu doen? Je mag niet zomaar een boom kappen in je tuin. Voor het kappen van bomen in je tuin gelden er in Genk enkele regels. Zo mag je bijvoorbeeld nooit zonder vergunning bepaalde waardevolle bomen met een omtrek van meer dan 30 centimeter kappen. Zo zijn de zomereik, wintereik, linde, hulst, haagbeuk, iep en es voor de stad Genk waardevol, waar ze ook staan op je perceel. Voor andere bomen binnen een straal van 15 meter van je woning gelden minder strikte regels, die soms kunnen verschillen per perceel. Staat de boom buiten die zone van 15 meter en heeft de boom een omtrek vanaf 1 meter, ook dan mag je hem niet kappen zonder vergunning. Zorg er dus altijd voor dat je goed geïnformeerd bent wanneer je een boom wilt kappen. Want wanneer je een boom kapt zonder vergunning, kan je je op zijn minst aan een boete verwachten. Speel dus op veilig en informeer jezelf. Dit kan op onze website of door even te bellen naar je stadhuis.